De afgelopen jaren waren we met z'n allen in de V&D veel te weinig te vinden. En dat was mede de reden dat de warenhuisketen vorige maand definitief failliet ging. Maar vanmorgen was het op veel plaatsen drukker dan ooit. Dit is bijvoorbeeld voor de deur in Zaandam. Nou, zulke dromme mensen had V&D graag wat eerder op de stoep gezien. Verschillende winkels in het land werden vanmorgen zo ongeveer bestormd door hongerige koopjesjagers. En aanschieren natuurlijk. De komende dagen gaan alle 62 warenhuizen weer open voor een paar weken om de resterende voorraden te verkopen. Dus ja, nu zijn we er ineens als de kippen bij. Speciaal vroeg opgestaan. We gaan nu onze slag slaan vandaag. Want met name de kinderkleding. Mijn dochtertje heeft specifiek om een paarse jurk gevraagd. Dus ik kocht altijd mijn kinderkleding hier, dus gaan we nu nog even inslaan. Een oud medewerkster, ja. 37 jaar. Nou, ik wil toch nog iets in mijn handen hebben wat van V&D is. Ik hoop niet dat het duwen en trekken en ruzie wordt, hoop ik niet. Ik heb geen strategie. Ik wou alleen even rondkijken, maar er zijn er heel veel die dat blijkbaar komen doen. Dus ik weet het niet. Het is chaos. Ik heb er geen strategie voor. Nee. Laat het of mee. Ik kom, ik zie het wel. Ja, jullie ontmijden, want anders dan heb ik straks niks meer. Het zijn Hollanders, hè? Veel voor weinig. Ja. Net een stel ratten. Ja. De opbrengsten van de tijdelijke heropening gaan trouwens naar de schuldeisers toe. Die hebben samen nog voor meer dan 100 miljoen euro aan vorderingen uitstaan. Voor wie nog gaat, verwacht geen complete winkelvoorraden, want er is al heel veel verkocht aan opkopers.